Mijn naam is Rob de Rond, ik ben 21 jaar, woon in Hoever. Ik zit op dit moment in het vierde jaar van de opleiding tuin- en akkerbouw aan HAS Hogeschool. Ik vind het leuk om buiten bezig te zijn. Voornamelijk ja, toch met planten en zorgen dat mensen over de hele wereld te eten krijgen. Mijn ouders hebben op dit moment een tuinbouwbedrijf. Dus ik ben van jongs af aan mee gaan helpen, daarna mee gaan werken op het bedrijf. En dat is eigenlijk de reden waarom ik tuin- en akkerbouw ben gaan studeren. Ik heb voor topklas gekozen omdat ik het eigenlijk als een hele grote kans voor mezelf zag. In het laatste jaar van mijn opleiding kan ik mezelf ontwikkelen tot ondernemer. Ik zou graag mijn eigen rabarberkwekerij op willen zetten. Hier ben ik tevens mee begonnen. Ik wil graag binnen 5 jaar een jaar rond rabarber kunnen leveren. Maar naast het delen van het product zou ik ook heel graag het product vorm willen geven. In de vorm van een verpakking. Gewoon om te zorgen dat de Nederlandse consument weer meer vertrouwd raakt met het product. Omdat het eigenlijk een vergeten groente is. En ik zou het super vinden als mensen in Nederland weer graag rabarber gaan eten. En zoals jullie zien, dit is het product Rabarber. Dit ga ik in een kleine periode van het jaar op deze manier telen. Hij is een heel stuk zoeter dan de Rabarber die jullie gewend zijn. En dit is mijn topklas idee en hier sta ik voor. Nou, kijken jullie allemaal mee. Zoals jullie zien, geen op- of aanmerkingen over deze doos. Dus we doen hem weer snel dicht. Sticker erop. En hij is klaar voor de supermarkt. Iedereen denkt dat het hartstikke simpel is. We beginnen in het land- en tuinbouw, want het zijn maar boeren. En tijdens topklas ben ik achtergekomen dat er meer is dan alleen maar het simpele boer of tuinder. Je bent nog steeds een boer of tuinder, maar daarnaast ben je ook ondernemer. Ik zou tuin- en akkerbouw aanbevelen voor mensen die een affiniteit hebben met de groene sector en daar misschien wel verder in willen. Er zijn kansen genoeg als je jezelf onderscheidt van anderen. De beroepskansen zijn vrij hoog. Dus ik denk dat het altijd een goede keuze is om die studie te doen.